Vorig jaar vierden ruim 4,5 miljoen Nederlanders hun vakantie op de camping. De grootste ergernis van deze kampeerders is het slechte weer. Daarom gaat Kevin kijken hoe je kamperen tijdens slecht weer zo aangenaam mogelijk maakt. Trips & Travel is deze zomer overal te vinden in de 12 provincies en we kijken en we zijn te gast bij hoe mensen kamperen en recreëren. Maar het is natuurlijk wel zo dat we tegenwoordig een beetje de luxe van thuis willen. En dat kun je natuurlijk heel goed doen met een chalet, want daar heb je feitelijk alles wat je thuis ook hebt. Maar je wil die ruimte een beetje verlengen. We gaan praten met Jeroen van Toen & Sol Tenten en hier zien we zo'n voorbeeld van een tent die op die manier kan zorgen voor een stukje extra ruimte. En daar is Jeroen. Hey, Kevin. Hey. Alles goed. Kijk, dit is natuurlijk ook wel een redelijk voordeel. Zeker als je het hebt over het weer in Nederland, want dat wisselt natuurlijk altijd. Ja, het is een ideaal ding om in te vertoeven. Mocht het een beetje regenen of er staat wat wind, dan kun je lekker onder een afdak zitten. En dan mocht je de zaak weer dicht willen doen, ja. Dan is hij in een handomdraai weer gesloten. Ja, exact. Heel goed. En een voortent in dit geval. Ik zie ook heel veel raampartijen. Dat heeft te maken met het licht. Ja, natuurlijk. Er is gekozen om die dingen groot te houden. Zodat je lekker contact met de buitenkant blijft houden. Ja, precies. En een voortent, zoals we hem hier nu zien. Waar moet hij nou aan voldoen? Hij moet natuurlijk 's winters kunnen blijven staan. Als er een pak sneeuw op ligt, dan moet hij stevig genoeg afgesteund zijn. Vandaar ook al deze dwarsliggers. Dit is een wat dieper model. Dus ze kunnen zeg maar tot een 3,5 meter met deze profielen gemaakt worden. Ook een vast dak erin voor condensvorming. Precies. Zodat je niet allemaal druppels op je hoofd krijgt 's morgens, mocht het wat vochtig zijn. Ja, en het geeft een ruimte natuurlijk. Ja, dan moet je eens kijken. Het is een hele oppervlakte die je erbij krijgt. Ja, en het is natuurlijk ook nog zo dat iedere smaak natuurlijk anders is. Dus dat de kleur natuurlijk waarschijnlijk kan variëren. Dat klopt. Er is een hele kleurenwaaier waar de mensen uit kunnen kiezen. En of je nou groen, paars, geel of rood wordt, de mensen zijn vrij om daar een keuze uit te maken. En ja, het resultaat is hier te zien. Ja, of een goud randje in mijn geval, zou ik wel mooi vinden. Ja, zou je heel mooi vinden. Dankjewel Jeroen. Is goed. Onze ster van de show is ook zo bescheiden. Bij vochtig weer trekken de stiksels van een tent mosvorming aan. Door het zeilwerk van de tent te lassen, hou je deze onaangename bezoeker lekker buitenshuis.